Beste kijkers, het gaat om het volgende. Ik heb een brommobiel logier, dus dat is een auto zonder rijbewijs of met brommerrijbewijs, die 45 per uur gaat. En we doen het volgende, de onderhoud. De remblokken waren van voren versleten, want het was ijzer op ijzer. De achterste remblokjes van voor waren ijzer op ijzer. Dus die heb ik vervangen. Heel simpel, ik ga direct tonen welke schroeven je moet losmaken. Maar het gaat hier vooral om ontluchten. We gaan de remmen volledig, de circuit volledig ontluchten. Hetzelfde systeem is als je je remolie wilt verversen. Dan pomp je gewoon verder per leiding tot je de zuivere remolie krijgt. Dus hetzelfde. Nu kijken we tot we de laatste luchtbelletjes hebben. Maar als je de remolie volledig ververst, maar die is pas gedaan geweest, dan doe je leiding per leiding. En we beginnen altijd de achterste wiel, het verste van de hoofdremcilinder. Dat is dus als je de hoofdremcilinder links aan de chauffeurkant hebt, gaan we achterkant rechts passagier beginnen. Dan gaan we naar links passagier, dan rechts voor passagier en dan chauffeurzijde. Dat is meestal de methode, behalve als je een ABS systeem hebt, dat heeft hij niet. Dan moet je kijken waar je ABS systeem ligt, die blok. Ligt hij in de midden, dan blijft het hetzelfde. Ligt hij links, dan blijft het ook ongeveer hetzelfde. Maar ligt hij in de midden van de auto, moet je kijken welke leidingen het kortste zijn. En dan moet je een ander systeem benutten. Dan moet je kijken welke leidingen het kortste en de langste zijn. En met de langste leiding begint je het eerst. Dus hier is het een geval rechts achter. Dus ik ga je direct tonen hoe we dat gaan doen. Het volgende gaan we naar daar. Dus ik heb nu lucht in mijn circuit. Mijn pedaal gaat tot beneden. Ik heb al ontlucht, maar het heeft niet geholpen. Dus kijk eens aan. Dat is de hoofdremcilinder. En dat kan ook een probleem zijn met mijn hoofdremcilinder. Ik heb gekeken op internet. Die zomaar 70 euro kostte. Bij Micracar. Dus deze heeft nog rubberen leidingen. De meeste hebben ijzeren leidingen. Deze heeft rubberen leidingen. En je kunt die leiding eigenlijk volgen. Die leiding die loopt naar voren. Dan loopt er ene. Die gaat daar naartoe. En dan ene die loopt naar achter, maar dan loopt maar ene naar achter. Maar die split zich in de midden van achter en dan wordt het er. Die wordt dan twee. Dus als je de remblokken losmaakt van voor, hier ontlucht je die. Maak je die remblok bijvoorbeeld los. Kijk, dat waren mijn kale remblokken. Ziet je? Die waren ijzer op ijzer, serieus dun. Dan waren die. Ziet je, die zat dan hier. En ik keek altijd, die zei, oh dat is goed, want die zit je, maar die zit je nooit niet, als je de wiel erop hebt. Maar die hoort je wel. Dus als je die remblok wisselt, moet je enkel deze en deze losmaken. Dan kun je die klauw afpakken, een beetje met een schroevendraaier, een beetje lossen. Dan kun je de blokjes zo afpakken. Dat zijn die ijzertjes, die hier zitten. Dus die zit je op de schijf, dan zit je ze op de schijf zo. En die klik je dan zo in, dat zijn deze. Die krijg je bij de remblokken. Die remblokken kwamen maar 10 euro. Maar dan heb je de pistonnetje. En de pistonnetje moet je dan terug indrukken. Dus dan moet je zelf zien hoe je dat doet. Je kunt hem met een dikke schroevendraaier, met een breekijzer zo tussen, met een remblok tussen en dan inputsen. Dan moet je zelf zien. Deze is gewoon inputsen. Sommige moet je draaiend inputsen. Daar heb je zo'n apparatuurtje voor. Maar hier gaat het vooral om ontluchten. Dat is de ontluchtingsnippel. Dus die gaan we allemaal ontluchten. Dus deze heeft ergens lucht gepakt. Als de hoofdremcilinder lekt, dat weet ik niet. Ik ga hem proberen allemaal te ontluchten. En als die allemaal ontlucht zijn, dan gaan we kijken als die nog niet pakt. Want de pedaal gaat tot aan de bodem. Ik heb echt geen remmen. We gaan de volgende te werk. En dat is, eens kijken. Deze heeft die nuppel hier zitten, ziet je. Daar gaan we die ontluchten. Het beste is dat je al de sleutelkit daar gewoon opzet. En dan, als je erop zet. Een beetje taffen, hier die heeft heel weinig plaats. En dan zet je je slangetje erop. Dus dan draait je los een halve slag. Dat is ook hetzelfde systeem, maar deze heeft een handremkabel hierop. Ziet je? Deze, die kun je ook niet uiteen gooien. Dat is hetzelfde, schroeven los, afpakken. Maar die heeft dan nog die handrem extra van achter zitten. Zo ontluchten we, dat is mijn ontluchtingsfles. Coca-Cola sponsort, Zero. Dus cola Zero kopen, geen gewone cola. Dan zet je er een stopkop en dan zet je een remolie zodat je darmke in de remolie blijft. Die zet je gewoon hier op de nuppel. Die zet je erop. En dan kun je eigenlijk alleen gaan pompen. En dan gaat je pompen en dan pomp je ongeveer, je pompt 5-6 keren. Maar let op, hè. Let op dat die met een hele kleine remoliebakje, dat je niet onder de minimum komt, want kom je onder de minimum. Dan gaat je lucht pakken en dan kan ik alles opnieuw doen. Hè. Ik heb het al voor gehad, dat is mijn serie.
Dan kun je elke leiding opnieuw beginnen te pompen. En dan gaat je lang pompen. Dus dat is de remolie dot 4. Ik heb protection. Ik heb ook nog een 5.1, nog een andere remolie. Die ik gebruik nu als, het is ook gewisseld vorige keer. Dat is een 5.1. Mocht je die mengen? Ja, dan mocht je die mengen. Maar niet van de fantasie geloven. Remolie is remolie, aan en uit. Dot 4, 5.1, maakt allemaal niet uit. 5.1 is gewoon een betere kwaliteit. 4 is ook goede kwaliteit, maar 5.1, hoe hoger, betere kwaliteit. De prijs betaalt goed meer. Dit is gewoon de simpele. Ik weet dat dat flesje 6 euro gekost. Zo niet meer weer in de Wara. In de Wara heb ik die gekocht, auto 5 Wara. Dus dat is de remcilinder. Maar dat kan zijn dat die remcilinder daar lekt, ziet je. Als dat zo is, ja, dan hebben we prijs, rijk. En dan moet die remcilinder vervangen worden, plus alle leidingen allemaal ontlucht worden. Dan zijn we nog niet thuis. Dus ik ga dat direct laten zien ook ontlucht. Voilà, ik heb die op de autokrikker gezet, zo zit je. Het is allemaal hetzelfde systeem zo. Dus je die ook zijn nippel hier en voor. Dus die maken we dan ook los. Dat zijn echt brommerschijfjes. Zo één schijfje kost 60 euro. 60 euro voor die BMW heb ik bijna twee schijven. Eens kijken. Dus je die ook een nippeltje hier. Dus dan beginnen we eerst. We beginnen dus deze kant, die kant, die kant. En dan de laatste, misschien die kant. En als alle lucht eruit is, dan moet het opgelost zijn. Is dat niet, dan is de hoofdremcilinder kapot. Oké, tot zo, ik ga dat laten zien. Hè. Voilà, ik heb mijn assistent geholpen met twee ene pomp. Dat is veel gemakkelijker, anders moet ik pompen. Maar dan kan ik niet kijken als er veel lucht eruit komt, want ik wil eigenlijk ontluchten. Dus je kunt het ook alleen doen, omdat er toch geen lucht aan kan, omdat je die remolie in de fles hebt. Maar altijd wat remolie in de fles, zodat er geen lucht komt, heb je gezien. Hè? Ik ga het direct laten zien. Kijk, Wendy gaat op de rembedaal duwen. Voor mensen die niet weten waar de rembedaal is. Kijk eens, madame Sociaal aan de kant. Daar is de rembedaal, in de midden. Dus madame Wendy Jacobs. Ja, daar hebben we twee midden. Ja, die gast, deze heeft maar één, dat is een automatiek. Dus we hebben dan nu het systeem zo gedaan. Ziet je, er is al wat uitgekomen. Wendy, pomp maar, ziet je. Je moet altijd zorgen dat die erin blijft. Rustig, hè. Induwen en loslaten. Hè? Je geeft commando. Ja, nog eens. Je ziet je de remolie gaan. Nog, duw maar in en uit. In en uit. 5 keer. Hè? En dan loslaten gewoon. Hè? Dus als je 5 keer gedaan hebt, stop. Je ziet je zien dat er geen lucht meer in zit. Hier zit een gaatje extra in. Dat de lucht eruit kan in de fles. Dat moet goed bijboren. Dus stoppen, we gaan kijken naar de minimum, wat ik zeg, de minimum mag zeker niet lager komen, onder de minimum komen. Ziet je, de remolie is gezakt. Je ziet al dat die bijna de minimum is. Niet meer pompen, Wendy. We gaan kijken. De leiding is, blijft zo, niks meer doen, Wendy. Wat doen we vervolg? We draaien gewoon terug toe. Dicht. En dat is klaar. En zo kun je die ook allemaal doen. Je kunt die ook alleen doen. En we bedanken onze Wendy Jacobs. De lucht is hieruit. Dus pak die af. Zorg dat die nuppel toe is. En dat is het. Zo doet je die allemaal. Oké. Okay. Maar vul eerst je potje bij. Hè? Eerst een potje bijvullen. Zodat je niet zonder de minimum gaat komen. Hè? Dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Oké, okay, Wendy Jacobs is weg. Die komt niet graag in beeld. Oké, okay, tot zo. We gaan de rest laten zien. Voilà, nu zijn we aan de laatste gekomen. We hebben die allemaal ontlucht op volgorde. De basjes bijgevuld. Voilà, we hebben die aangesloten. Dus je draait een halve slag met je moer. Gaat zo, zoals ik dat doe. Je draait een slagje, voilà. Ja, er zit nog serieus lucht in de leidingen, mensen. Abnormaal veel lucht. Eens kijken. Een shotje geven. Dus we gaan hier nog een stootje bij geven, want we zitten toch nog niet aan de minimum. Kijken wat er gebeurt.
Voilà. Voilà, deze remmen zijn nu ontlucht. We hebben deze ontlucht, het laatste. Eens kijken. Als je die zogezegd met pedalen ontlucht, bij deze auto moet je waarschijnlijk met twee zijn, dat de laatste wel een paar keer pompen, dat die rempedaal ingehouden wordt en dan schroef vastdraaien. Niet loslaten en dan er een schroef vastdraaien, daar krijg je terug lucht volgens mij. Of dat moet heel snel zijn. Maar je moet dat testen, bij de ene auto is dat niet, bij de andere auto is dat wel. Dus dan houd je die gewoon in. Deze heeft druk, maar die heeft nooit meer druk dan dat gehad eigenlijk. Die pakte altijd op het einde. Ik zal dat straks zien als die test. Normaal is die nu goed. Ik ben drie keer rondgegaan. Het gaat rap, hè, maar mensen. Het is gewoon eigenlijk een kinderspel. Gewoon geduld hebben. Ontluchten is geen fijne karwei. Een tijdrovende. Kijk maar op YouTube overal, dat zeggen ze allemaal. Mensen, succes. Vergeet niet te abonneren en te liken. Tot de volgende. En volgens mij werkt de kijk die pakt. En die zakt niet verder. Dus. Dat is maar, deze heeft geen servo-remsysteem. Deze heeft gewoon een drukremsysteem. Oké, tot de volgende. Peace. En geef er een lab op.